Afgelopen weekend mochten de Russen stemmen voor een nieuwe president. Dat er weinig nieuws aan die president is, kan geen verrassing zijn na deze onvrije verkiezingen. Want Poetin mag in ieder geval 6 jaar door. Maar zijn reactie na de uitslag was wel degelijk verrassend. Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Ну, у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. Кстати говоря, вот, ну, вот я вам скажу, это будет так неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Ja, Dirk Sauer, je bent natuurlijk de oprichter van de Moscow Times. Je hebt meer dan 30 jaar in Moskou gewoond. We zagen jou ook bij Buitenhof toen Navalny eigenlijk net overleden was. Ja. Zeer geëmotioneerd. Je kende hem ook. Hoe is het met jou nu? Ik ben net 3 weken bij mijn zoon die met zijn Russische vrouw naar Thailand is verhuisd. Dus in die zin heb ik net 3 prachtige weken met mijn kleinkinderen die ik al heel lang niet had gezien doorgebracht. Dus dan gaat het ineens een stuk beter met je. Maar goed, dan ben je nu natuurlijk net terug hier en weer dicht bij het vuur en vandaag weer de hele dag op de redactie met mijn Russische collega's. En met name deze woorden van Poetin over Navalny komen dan natuurlijk wel weer heel hard binnen. Allereerst het cynisme van ja, mensen gaan dood alsof het een soort natuurramp, dat hij dat overkomt, terwijl hij heeft hem gewoon laten vermoorden. En dan dat hij nu zegt, ja, eigenlijk hadden we hem wel willen ruilen. Samen met, eigenlijk dat impliceert hier ook, met een aantal anderen, waaronder Evan Kerskovic, dat is een journalist, oud-journalist van de Moscow Times, die ik zelf naar Rusland heb gehaald. En ook de beste vriend van mijn zoon Piotr. En die zou dan ook eventueel in die ruil hebben zullen zitten. Ja. Maar dat is natuurlijk nu allemaal niet doorgegaan. Nee, maar dat is toch ook gewoon flauwekul? Ja, dat is natuurlijk ook flauwekul. Ja. En daarom is het zo cynisch. Hè? Hij doet nou net van, ja, ik had alles wel zullen regelen. Maar ja, goed, ja, jammer, hij is doodgegaan. Ja. Alsof het een soort ongelukje of Het is de eerste keer dat hij zijn naam uitspreekt. Hij sprak altijd over die burger. Ze hebben nog nooit zijn naam horen uitspreken. Nee. Wat vond je daarvan? Nou ja, kijk, toen Navalny leefde, weigerde hij dus zijn naam uit te spreken. Nu hij dood is, durft hij het ineens wel. En dat zegt natuurlijk heel erg veel. En ik denk ook dat hij nu in de euforie zit van die overwinning. Ja. Wat natuurlijk geen echte overwinning is. Maar in die euforie gaat hij dit soort dingen natuurlijk En je bedoelt ook eigenlijk, nu zegt hij het wel, dat zegt alles. Hij heeft niks meer van hem te vrezen. Precies. Dus hij kan gewoon nu zijn naam noemen. Ja. Gisteren, het afgelopen weekend, waren die verkiezingen. Zijn vrouw, de vrouw van Navalny, had opgeroepen tot protest. De bedoeling was dat mensen om zondag om 12 uur zouden gaan stemmen. Dat gebeurde, maar er was wel meer protest te zien. Laten we even kijken. But scattered acts of disruption have exposed division. In several polling stations, dye was poured into ballot boxes to ruin paper votes already cast. Across Russia, a number of voting centers were hit with arson attacks. Officials insist these deeply flawed presidential elections were free and fair. Opposition figures had called on Russians to flood polling stations at midday. It's just after 12 o'clock here in Moscow, and a lot of people have turned out to cast their ballots. In Berlin gab überraschend auch die Witwe des Kreml-Kritikers Navalny ihre Stimme ab und bedankte sich anschließend für die Unterstützung ihrer Anhänger. Ja, ontroert dat je eigenlijk, dat er zoveel mensen hun stem durven te laten horen? Ja, enorm. Vooral als je de consequentie kent, hè? Je gaat dus met dat schoonmaakmiddel ga je naar zo'n stembus. Je gooit dat daarin. En je weet overal camera's. Er hangen overal camera's. Je weet dus dat je gearresteerd wordt. Dus je weet dat je jarenlang de gevangenis in gaat. Het doet me
soms bijna denken aan die, die monniken in Vietnam, in de Vietnamoorlog, die zich in brand staken, weet je wel. Het is een soort offer die mensen bereid zijn te brengen om toch dat signaal te geven. Niet alle Russen staan achter Poetin. En ja, het, we weten allemaal dat al die mensen worden gefilmd. Zeker in de weken daarna worden weer mensen opgepakt en gearresteerd. Gisteren zijn ook weer meer dan 100 mensen gearresteerd. En ze verdwijnen allemaal achter de tralies. Ja. Want gisteren zijn er uiteindelijk toch mensen gearresteerd. De bedoeling was natuurlijk gaat om 12 uur protesteren door in de rij te gaan staan bij een stembureau. En dan mag je niet opgepakt worden. Dat gebeurde uiteindelijk alsnog. Waarom denk je dat dat dan nog gebeurt? Angst. Alles draait om het creëren van angst onder, onder mensen die er anders over nadenken. Om mensen in te peperen van als je iets doet, dan ben je mogelijk je leven niet zeker. Ja. Je hebt hier 20 mensen zitten, hè, bij de Moscow Times. En er zitten er ongeveer 10 geheel anoniem in Moskou. Ja. Zijn die bang? Ja, die zijn zeker bang. Want ja, wat ze doen is illegaal. Ze schrijven namelijk de waarheid. He, dus ze overtreden alle wetten die... want ze verspreiden fake news, noemen ze dat dan. Noemt het Kremlin dat. Dat is dus gewoon hoe het zit. En dan kan je 15 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Dus als die mensen... die sturen naar ons hun reportages en hun nieuws. En dat publiceren. Want dan zetten we daar natuurlijk geen namen bij. Nee. Maar überhaupt, omdat wij... zijn tot foreign agent, buitenlands agent. Hè, dus een soort vijand van Rusland. En ook undesirable, daarmee ongewenst. Dus het is zelfs verboden om contact met ons te hebben. Ja, dus dat is allemaal echt op glad ijs eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Ja, dus die mensen die nemen enorme risico's. En ook daar heb ik natuurlijk weer enorme bewondering voor. Dat mensen dat nog steeds doen en durven. Ja. Alleen... ja, het wordt natuurlijk steeds moeilijker, hè? Deze overwinning. Nog 6 jaar Poetin, eigenlijk nog 12 jaar Poetin, want daarna kan hij dus weer opnieuw verkozen worden. Kroont hem als een soort de tsaar van de oorlog. Ja. Want zijn hele programma is oorlog. Ja. Dat is eigenlijk zijn de manier waarop hij aan de macht blijft om Rusland in een oorlogseconomie te veranderen. Dat heeft hij dus nu gedaan. Eigenlijk hetzelfde als wat Hitler in eind jaren 30 heeft gedaan. De hele Duitse economie omgeturnd in... hè? Dus de Duitse economie liep ook als een speer op een goed moment. Hetzelfde geldt nu voor die Russische economie. Als je maar genoeg wapens produceert, dan is er werkgelegenheid. Maar je maakt een vergelijking met Hitler. Als je dat op die manier zegt, dan denk je, dan moet er ook op een hele andere manier gehandeld worden. Ja, we zijn nu 10 jaar na de Krim, hè? Dat is ook vandaag. 10 jaar geleden is de Krim binnengevallen, werd groots gevierd in Rusland. Daar waren we nog wel meer Russen het mee eens dat dat een goed idee was. Maar jij zegt nu, het is... zie jij dat zo? Ja, kijk, wat we ons moeten realiseren, dat we nu op het Europese continent, net als in de jaren 30, een leider hebben van een heel groot land, dat maar één ding in zijn hoofd heeft en dat is zijn rijk uitbreiden. He? Oekraïne is van ons, Moldavië is van ons, Georgië is van ons. Wij richten ons alle aandacht natuurlijk op de Oekraïne, want daar is de oorlog aan de gang. Maar in Georgië zijn ze ook kilometertje voor kilometertje proberen ze hun gebied uit te breiden. Dus het herstel van het, wat hij dan het Russische Rijk noemt, Dat is zijn prioriteit. Dat is, dat is wat hij de komende jaren zal gaan voortzetten. Precies. Ja. En Hitler had nog een probleem. Die had geen grondstoffen. He, dus die moest veroveringen doen om aan staal en dit en dat te komen. Rusland heeft olie, gas, staal, kolen, noem maar op. Dus Poetin kan dit veel langer volhouden. Mm-hmm. Dus het idee is van zo'n oorlogseconomie kan je misschien maar 5 jaar of 6 jaar volhouden. Maar Poetin kan dit heel lang volhouden. Maar hoe kijk jij dan naar de discussies bijvoorbeeld in Europa, dat het ene land zegt wel steun aan Oekraïne en de ander zegt nou, ik vind het toch wel een beetje veel worden, of bij ons in het land twijfels, of al die dat nationalisme wat overal is, waarbij de twijfel over steun aan Oekraïne steeds weer boven komt. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is natuurlijk heel ernstig.
Dat is heel ernstig. Natuurlijk in de eerste plaats voor de Oekraïners. Hè, want die zijn zonder die steun hè, zijn ze verloren. Maar het is ook heel ernstig voor onszelf. En dat beseffen mensen in Europa lang niet goed genoeg. Mm-hmm. Dat, die denken nog steeds dat Poetin een soort man is waar je mee kan onderhandelen. Waar je tot een vredesakkoord kan komen. Hij is helemaal niet geïnteresseerd in vrede. Het eerste wat hij ook zei nadat hij was verkozen is... dit is legitimeert mij om te doen wat wij als Rusland recht op hebben. Mm-hmm. En dat is namelijk het veroveren van andere landen. Maar jij zegt, in Rusland draait die oorlogseconomie heel goed. Dus het gaat met de economie heel goed. Bij ons is natuurlijk helemaal geen sprake van een oorlogseconomie. Dat klinkt ook echt als een soort ver weg. Maar denk je, daar moeten de landen in Europa zo langzaam maar zeker wel naartoe? Nou, niet zo langzaam maar zeker. Zo snel mogelijk. Een oorlogseconomie. Maar hoe zou dat er bij ons dan uitzien? Nou ja, er staat, in Eindhoven staat de VDL-fabriek, hè, mm-hmm. die auto's maakte, die is nu gesloten. Bouw die ogenblikkelijk om tot een fabriek waar wapens gemaakt worden. Nu komen geen eens als een kabinet. Ja, nou ja. Dat duurt al heel lang. Ja, maar goed, dat is... Dat is... Nee, maar goed, we hebben helemaal niet door dat het ernstiger is dan wij denken. We zijn al bezig met hier, hoe gaan we het kabinet? Gaat Caroline het wel worden? Wordt het geen Mona? Terwijl er is echt een oorlog. Ook dat China helpt Rusland, Brazilië helpt Rusland. En wij zitten gewoon met z'n allen naar elkaar te kijken. Ik vind het best wel eng aan het worden. Ja. En in die hele onderhandelingen, die kabinetsformatie, is het helemaal geen thema. Nee. Ik heb het woord Oekraïne daar nog helemaal niet gehoord. Nee. Terwijl, ze staan echt aan de grenzen van Europa, voor we het weten. En wat ook zo belangrijk is, die Oekraïners, die verliezen ook de moed. Hè? Mm-hmm. Ze hebben een enorme vijand tegenover zich. Ze hebben zich heldhaftig 2 jaar lang verdedigd en hun land verdedigd. Er zijn heel veel doden bij gevallen. Maar wij laten ze nu in de steek. Ja. Dus hoe kunnen wij aan die mensen vragen dit gevecht voor te zetten... terwijl wij ons met hele andere dingen bezighouden hier? Ja. En net doen alsof het... niet echt aan de hand is. Je stapt in de auto en na 1,5 dag rijden ben je aan het front. Jouw schuld. Je hebt het onderwerp ingegooid. Ja, mijn schuld. Nee, ik was nog wel benieuwd. Even nog één persoonlijke vraag voor jou is... het liefst zou jij teruggaan, toch? De dag dat het kan, ben jij terug in Rusland. Ik mis Rusland elke dag. Ja, maar denk je dat het nog gaat gebeuren? Al 12 jaar ben je 83, heb ik even uitgelegd. Ik ben net zo oud als Poetin. Ja, je verschillen maand. Nou, 3 weken. Ja. Ik hoop dat jij het langer volhoudt. Dat hoop ik ook. Ja. Maar er wordt heel vaak gedacht dat Poetin is ziek. Volgens mij is Poetin helemaal niet ziek. Nee. Die gaat het nog heel lang volhouden. Ja. En dat is natuurlijk heel erg somber. Hè? Voor de mensen in Oekraïne, maar ook voor de mensen in Rusland. Mm-hmm. Hè? Die moedig als ze zijn, dat in die rijen gaan staan. En helaas is dat ook heel erg somber voor mijn collega's, mijn Russische collega's. Ja. Die gewoon hals over kop naar Nederland zijn gekomen. Nu, zodra ze teruggaan naar Rusland, meteen worden gearresteerd. Ze kunnen niet eens meer terug. En de jongere generatie dan? Want er is natuurlijk ook een generatie jongeren die misschien meer sociale media contacten hebben. Dat denk ik dat daar niet opeens iets gaat gebeuren, dat daar een kanteling in komt? Nou ja, kijk met name in de grote steden, natuurlijk Moskou, Petersburg enzovoort, zijn die meeste jongeren gewoon tegen Poetin. Het is ook niet zo dat de Rus voor Poetin is. Alleen de repressie... He, je had het studentenblad Doxa. En die schreven dan gewoon zoals een studentenblad hoort te schrijven... allerlei kritische artikelen. Die gasten werden ook meteen in de gevangenis gezet. De anderen zijn nu naar Praag gevlucht. Daar hebben we inmiddels ook een newsroom waar we die mensen ook helpen. Zo werkt het. Je zit of in de gevangenis, of je bent dood, of je bent het land uit. Nou, kom er vaak terug om de noodklok te luiden. Dankjewel dat je hiervoor wilde komen.